Het is zwaar eikenhouten stemmeubilair wat ze hier hebben. Maar dat brengt zijn geld wel op, zo vaak als een Zwitser naar de stembus moet. Vandaag ging het over een voorstel van de Zwitserse Volkspartij. De rechtspopulisten willen dat een buitenlander die bepaalde delicten pleegt, na veroordeling automatisch wordt uitgezet. Het gaat dan niet alleen om moord en doodslag, maar ook om een kleine diefstal of uitkeringsfraude. Een meerderheid van het parlement achtte de automatische uitwijzing strijdig met de regels van een rechtsstaat en bracht een gematigder tegenvoorstel in stemming. Daarin moest de rechter in een aparte procedure bekijken of uitzetting gerechtvaardigd is. Dat voorstel heeft het dus niet gehaald. Ik zeile darauf dat das Initiativkomitee hand bietet zu einer Lösung, die unsere Verfassung, unsere Rechtstradition und die Abkommen, die wir mit anderen Staaten abgeschlossen haben, respektiert. Maar de kloof in de Zwitserse samenleving is dieper. Voorstanders vinden dat een niet-Zwitser die de wet overtreedt, hoe dan ook moet vertrekken. Tegenstanders zien in het referendum een nieuwe stap in wat ze noemen de hetze tegen iedereen die geen Zwitsers bloed in de aderen heeft. Al eerder lieten de Zwitsers weten de bewegingsruimte van buitenlanders te willen inperken. Zoals bij het referendum dat de bouw van minaretten verbiedt. Tot nu toe werd toen vooral de intentie gemeten van een meerderheid van de Zwitserse kiezers. Want tot wetgeving heeft die uitslag nog niet geleid.